Je had toch niet gedronken, zeker? Ikke? Ja. Nu het gaat. Allee. Toch niet zo veel dat ik overal lakens aan zie. Pas op, pas op. Commissaris is er. Is u weg? Dat is precies de stuk. Goedenavond. Goedenavond, commissaris. Dat moet mij weer overkomen. Van mijn pensioen had ik er voor over gehad, had ik nu in mijn bed kunnen blijven liggen. Allee. Waar is hem? Het lijkt bedoelt u, commissaris. Ja. Wat dacht je? Sinterklaas misschien? Om eerlijk te zijn, dat weten we niet. Wat? Wij staan voor een compleet raadsel, commissaris. Het schijnt dat het lijk verdwenen is, commissaris. Het lijk is wat? Verdwenen, commissaris. Dat is de mevrouw die de aangifte heeft gedaan, madame Peters. Ah. Harry? Harry de Bakker? Wel hem ik van mijn lijven. Wat een gaan is goed in hout op. Hey, we hebben de vroeger in dezelfde straat in Aschot. Die is getrouwd met een achternicht van mij. Ik heb het haar in de tijd nog verspeld. Hè. Ik zeg maske, maske, maske. Hey, aan die event gaan we gaan meer hebben als aan twee wermkroken in de winter. Hela. Zeg nou niet dat ga je meer weet wie dat ik ben, hè? Allee, Harry. Allee. Lily. Lily Peters. Oh ja? Of beter gezegd, de bemoeial. Ja, of hè? Zeg, en ik zat nog wel zo met de poepers toen dat jij zei dat de commissaris zo'n bullebak was. Ga zei dat hem geen gevoel van humor had. En ik moest schrik hebben. En zie nou wie dat ze hier binnen smaakt, mannetjes, als een herrie. Wat heeft dat te betekenen, Godard? Oh. Als die ooit lacht, dan krakeleert zijn gezicht, zei het. Maar pas op, Harry. Hey, het is echt heel plezant voor te zien hoe dat uw A-kameraden het zo waard gebracht hebben. Echt waar. Ik wacht op uw verslag, Godaar. Ja, ziet u in deze omstandigheden, commissaris. Je hebt gehoord, hij verwacht een rapport. Ja, maar ja, hier is niks te rapporteren, schatje. Ga niet, hè. Dat was hier een laak, maar toen ik hun binnenliet, was de weg. Futsie. Bon. Bij uw aangifte zei u dat slachtoffer uw werkgever was. Richard Martial. Ja. Hij lag in een bureau van meneer Franke. Bon. U weet toch dat een valse aangifte doen een ernstig en strafbaar feit is? Ja. Maar als ik aan haar zeg dat hij hier lag... Ik heb je wel met mijn eigen ogen gezien, hè? Just gelijk als je hierna zo over mij staat, hè? Daarjuist zei u dat hij in het kantoor van meneer Franke lag. Ja. En daarna was hij hier. Waar? Maar hier, zeg. Hier. In deze stoel, hier, zeg. Maar hij is er niet, hè? Nee, 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 maar dat juist wel. Ja, waar is hij dan nu? Ja, maar wat weet ik dan daarvan? Misschien heeft hij zijn eigen verstopt, hè? Madame Peters had de opdracht gekregen van mijn collega om de deur af te sluiten. Helaas zijn er een minuut of 10 verstreken tussen het geven van instructies en de uitvoering ervan. Die opdracht kreeg u om te verhinderen dat derden aan de situatie hier iets zouden veranderen. Ja, dat heb ik gedaan ook. Toen dat ik teruggebekken op mijn positieve was. U had dat onmiddellijk moeten doen. Oh ja, ja. Dat kan je gemakkelijk zeggen, hè. Als het kalf half verdronken is, hè. Wat denkt u ervan, commissaris? Als ik geen godslasterlijke taal wil gebruiken, Godard, dan antwoord ik daar liever niet op. Gezondheid, commissaris. Aha, wat een duo. Ferm gedresseerd, Harry. God beter in mijn bed blijven liggen met een ospringtje en een warme kruik. Hey, ik heb overlast is een geweldig goed middelke op de televisie gezien. Hè? Nee, Harry, zeg, je pakt een Johan, hè? Maar je moet je niet pellen, nee, je moet je echt gewoon hier laten. Hè? Je pakt je Johan en... Zeg, waar gaat die deur naartoe?
Dat is de bureau van meneer Lorijs, maar die deur is altijd op slot. Oh ja? Hey, hij moet dat hem ik nog nooit niet meegemaakt dat hij open was. Harry, is er iemand? Nee, daar is niemand, Harry. Mag ik de sleutels van het kantoor van meneer Franke? Dan heb je het toch wel op slot gedaan, hoop ik. Ja, natuurlijk. Ja, mag ik dan de sleutels hebben? Ja, die heb ik niet. Waar zijn die dan? Ja, wat een vraag. Waar zitten sleutels gemakkelijk, hè? In het slot, hè? In het slot, in het slot. Gaan jullie eens in het kantoor van meneer Franke kijken? Dan? Jawel, commissaris. Zeg, Harry. Hey. Ik verschoot maar te juist een vloer en naap, jong, toen ik Kai zag binnenkomen. Allee. Oh ja? Ja. Oh. Oh. Gaat u zitten. Oh, la la. U, amai. Gaat u zitten. Aha. Hey, meneer is verrouwd gekomen in de wereld. Meneer heeft het hoog in zijn bol gekregen. Meneer is zelfs zijn A-kameraden vergeten. Jou ben ik in geen geval vergeten. En wel, dat hoop ik tenminste. Want hoe dikwijls kwam de gabama is niet binnengewipt, hè? Veuzo is een rapte een paar pinkjes bier te drinken, terwijl dat je eigenlijk verondersteld weer van over een toer te doen, hè? Hoe dik is? Ja, zeg, moeten daar nu nog over beginnen na zoveel jaren? Daarbij, sinds toen zijn er, is er heel wat veranderd. Ja? Die platvoeten niet zeker? Ga zitten! Dat zal wel zijn. Ga zitten, alstublieft. Dat is al een klein beetje beter. Bon. Well. Is het zo goed, meneer de commissaris? Of hij gaat liever nog een beetje zo, meneer de commissaris? Allee, kom aan, begin eens van in het begin. Van toen dat gij bij mij zou de weggegaan. Nee. Je zei dat je een moord ontdekt had. Ja. Ik had graag de details geweten. In mijn eigen woorden? Ja, zo beknopt mogelijk. En wel, ik zie dat zo. Ja, hou het kort, hè, want ik heb nog wel wat anders te doen. Nou, zeg, hey. Als je me nou al onderbreekt, terwijl het nog maar goed en wel begonnen zijn, aha, dan gaat dat hier nog een heel tijdje duren, hè. Hoe kan ik mijn eigen hierna concentreren? Let eens zien. Kom aan. Je bent in dienst bij meneer Marchal als werkster. Kom aan. Kom aan. Ah, excuseer. Ik dacht dat jij heel het verhaal ging doen. Alsjeblieft, zeg. Ik ben dus in dienst als werkster bij meneer Marchal. Fred, mijn man, die is conciërge en die werkt hier ook. Hey, Harry. Ga kent onze Fred toch nog, hè? Zeg. Hey, die gaat dat plezant vinden als ik zeg dat ik met jou gesproken heb, zeg. Hey, maar... Allee, in zijn bed na, hè. Hij is zijn rug verrokken. Oh. Meneer Marchal heeft hem vorige week zijn C4 gegeven. Oh? Ja. En waarom? Hij zei dat hem niet... contentieus of zoiets genoeg was. Mm. En dat hij veel te veel met andere dingen bezig was en dat hij ook regelmatig vergat van de chauffage op te zetten. En wat zijn die andere dingen? Oh. Hij werd dus ontslagen. Ja. Maar dat betekent eigenlijk niks gezinnen. Meneer Marchal, hè, die maakte er hier een gewoonte van mensen te ontslagen. Populair is die mens niet, hè. Als er één ding is, hè, dat ga hier in deze blok niet gaan moeten zoeken, hè. Dan zijn dat mensen die het erg vinden dat meneer Marchal omziep is. Want die gaan de ga hier niet vinden. En denkt u er ook zo over? Oh, weet je, pas op, de manier waarop dat hierna gebeurd is, dat vind ik erg, hè. Maar het feit op zich, nu is het. Geen spoor van een lijk, commissaris. Ja, en van inbraak? Ook niet, commissaris. Controleert dat de goeie op de gangen overal maar. Marina is er al mee bezig, commissaris. Ja, goed, oké. Mevrouw Peters, wie heeft er allemaal een sleutel van deze kantoren? Ik bedoel, wie kan er hier binnen en buiten lopen? In de eerste plek natuurlijk meneer Marchal. En dan hebben we nog de privésecretaresse van meneer Marchal.
Ikke met onze fretsen een sleutel. En dan is er ook nog een vierde sleutel die meneer Machal in zijn bureau liggen heeft als reservesleutel. Bon, laat me die dan maar eens zien. Oh, ja, maar dat gaat niet, hè? En die leidt in meneer Machal zijn privébureau, daar kan niemand niet in, hè? Ik ben er zeker van dat jij daar wel in kunt. Ja? Ah. Ja, maar het zou kunnen dat er misschien hier om een bos sleutels... Vooruit, maak maar open. Het zou kunnen dat een... Ja, het is hem, ze. Voilà, ze. Allee, toch in dat agerste vakje. Waar? Ik zie niks. Al. Hey, die is weg. Dat zie ik nu ook wel. Bon, meneer Marchal wijst dus niet langer gebruik te maken van de diensten van je man. Nee, dat heb je goed begrepen. Zeg, Harry, maar hoe lang is dat nou geleden dat we elkaar nog gezien hebben? Dat moet toch 20 jaar geleden zijn of zo, zeg. Hey. Gelle zult toch al wel een hoop klaarmannen hebben, zeker? Op die hun esten en wel in een taart niet lijkt moeten wachten, zullen. Ga daar. Ja, commissaris. Ga eens kijken hoe ver de marina zit. Jawel, commissaris. En ga daar. Ja, commissaris. Zoek ook eens in de toiletten. Jawel, commissaris. Naar wat, commissaris? Naar wat je maar wil, je mag het zelf uitkiezen. Jawel, commissaris. Mevrouw Peters, omdat wij elkaar reeds van vroeger kenden, wil ik tegenover u mijn geduld niet verliezen. Maar u moet wel... Ho. Wij waren toch zo niet alleen maar kennissen, hè, schatteke? Hé, allee. Wij zijn nog gelijk uit geweest. Ik durf ervoor te boeien, hè. Dat jij, mannen, veel minder in de bak hebt gestoken dan wat dat gaat doen, ja. Allemaal. Arree, zeg ter zaken en stop met die flauwekul. Oh, Harry. Weet je nog wel een hete boek dat gaat worden? 20 jaar geleden. Oh. Zo komen we nergens, hè. Oh, gelijke schuim maar uit, ging jong. Bon, ik heb een idee. Ah. Ik stel de vragen en jij geeft gewoon eerlijk antwoord. Dat bespaart ons een hele hoop tijd. Dat is een goed idee, ja. Allee. Bon. Ten eerste. Hé, je gaat ook niet beginnen gelijk als de Piet, hè. Ja, zeg. Dit is het kantoor van meneer Marchal, oké? Okay? Ja, dat klopt. Allee, toen dat hem nog leefde, hè. Ja, hield die blokjes hier van hem. En daar is het kantoor van meneer Laurijs. Dat klopt ook. Hij is het hoofd van de boekhouding. Cijfertjes met 8, 9, 10, 0, dat telt je noep, gelijk als dat dan niks is. En dan hier verder in de gang is het kantoor van meneer Franke. Dat klopt ook. Harry, je weet alles al? Maar hé, maar die is er nou niet, hè. Nee, meneer Franke die is met vakantie naar het zuiden van Frankrijk. Hé, hey. Harrieke, dat is hè, zo bekke de moteur van deze bedrijf. Koppie. Die heeft nog gestudeerd, hè? Waar dat ex-minister Frank van den Broeke gestudeerd heeft. In Oxford. Ja, is. Voor accountant. Maar Fred, hè? Onze Fred, hè? Die zei altijd: ik betraaf je niet beter als dat ze een neuslijn is. Is hij niet eerlijk? Jawel, maar. Dat is een rokkenjager. Weet je iets wat dat jij bij mij... Nee, kom, ter zake, hè. Antwoorden met ja of nee. Ah. Okay. Bon, wie werkt hier nog? Ja. Alsjeblieft, zeg. Beetje serieus blijven, hè. Ja. Ten eerste, juffrouw Stevens. De privésecretaresse van meneer Marchal. Die is zot van de bas. Is zij verliefd op hem? Ja. Zo zou dat ook kunnen noemen, ja. En hoe weet jij dat? Harrieke, ik weet hier toch alles? Oh, dat geloof ik direct. Nee. Je moest eens weten, hè, hoe plezant dat hier is om van die voorbakjes leeg te maken. Hey.
Juffrouw Stevens, hè, die is in februari 49 geworden. Maar hé, tussen ons gezeid en gezwegen, hè, bij mij ziet die er al meer 50 uit. En dan heb je ook nog Magdakke, Magda Wouters, de typiste. Dat is een schat van een kind. Hè. En die wordt 20 in augustus. En is zij ook verliefd op de baas? Niet. Die is smoor verliefd op meneer Larijs. Hey. En ik kan die geen ongelijk geven. Hè. En op wie is hij dan verliefd? Op mij. Huh? Niet, jong, niet. Ik zei, pas op, ik zou willen dat het waar was. Hè. Maar ik zei, ik ben mijn Fred altijd trouw gebleven.